Boom! Yo, what up, gasten? Zo nu en dan is het gewoon weer tijd en je weet dat hij eraan komt. De verse 50! Dat is gewoon jouw bron om vrij te krijgen en niets te doen met je leven. Yes! Heel veel mensen hebben binnenkort een examen. Of een proefwerk, of een egel, of een SO. En voor al die mensen heb ik nu 50 smoesjes om geen toetsexamen, SO of wat dan ook te maken. En graag gedaan, graag gedaan. Ik doe het graag voor jullie, geen probleem. Yes! Ik heb niet kunnen leren, want ik moest toch een boom omhakken. Het was zo warm dat mijn boek in de fik vloog. Ik ben gewoon allergisch voor papier, ja. Moet je nagaan hoe dat is als ik naar de wc ga? Ik maak geen toets. De toets maakt mij. Mijn pen is vandaag ziek. Ik heb niet geleerd voor de toets, want die hadden we pas woensdag. Oh, het is woensdag. Ah, kut. Oké, noem een getal onder de 10. 6? Oké, zet dat alsjeblieft op dat blaadje, dan kan ik gewoon weg, oké? Mijn onzichtbare hond is opgegeten door alien. Ik kon niet leren, want ik moest een voetbal wassen. Ik kan geen proefwerk maken, want ik heb geen armen. Of nee, ja... Dit zijn neparmen. Ik heb niet kunnen leren, want mijn jetpack sloeg op hol. Die ging in één keer naar de maan waar de walvis aan het dansen waren. De Macarena en al die andere shit was helemaal gek. Dus ik ging meedansen, zo weet je wel, helemaal gezellig doen. Kwamen er in één keer boosaardige aliens en egels aan. En die begonnen alles te verstoren. Daarna bliezen ze alles op. Dus ik vloog heel snel terug naar de aarde. Waarna ik heel even thuis als broodje heb gegeten en nu op school ben. Dus ik heb niet kunnen leren, dus ik kan geen proefwerk maken, sorry. Ik heb niet kunnen leren, want ik moest mijn bed gezelschap houden. Hij was echt gewoon alleen. Het was zo zielig. Oké, dit is dus het proefwerkblad. Oh, zonde. Ah, hij is nat. Ik kan hem nu niet meer maken. Sorry, man. Ging echt per ongeluk, hé. Ik heb niet kunnen leren, want ik moest mijn moeder uitlaten. Ja, ik heb geleerd uit het boek zoals het moest. Ik vond het wel een beetje... Oh, het is wiskunde. Ja, ik vond het al zo gek. Ik heb dit hele ding geleerd. Sorry, ik moet naar huis. Ik heb net in mijn boek gepist en het meurt echt heel erg gewoon. Hoezo is dit water? Als ik iets doe, doe ik het echt goed, hoor. Ik heb geen tijd voor dit zinloze proefwerk. Ik ben namelijk een ridder van koning Woolly Woolly. En wij hebben een opdracht te vervullen. Die wij helaas nog niet weten. Maar die er wel geheid ergens is. Ik kon mijn boek niet vinden. Er lag allemaal papier overheen. Dat papier is het boek. Oh. Het is vandaag zo warm dat de inkt van mijn pen is verdampt. Dus ik heb geen pen meer nu. Ik heb niet kunnen leren, want ik had ruzie met een blikje kattenvoer. Ik heb niet kunnen leren, want ik kwam thuis en ik zag Elmo voor de deur. Dus ik was helemaal van Elmo, yeah. Dus toen keek Elmo in één keer heel moeilijk naar mij van, hey, what the fuck doe jij nou? Ik liep gewoon rustig over straat. Wat denk je, zie ik daar een otter staan? Ik zei zo tegen de otter, wat doe jij hier nou weer? Dan pakte die deo speut in mijn ogen. Ik zei zo, hey, dat moet je even niet doen, man. Dat is echt niet cool wat jij nu doet. Hij zei zo, het is niet cool, het is warm. Ik zei, dan heb je gelijk, het is heel warm weer, ja. Maar ik wil geen proefwerk maken. Ik had geen tijd om te leren, want ik was gel aan het kopen voor mijn kale oom. Ik kan de toets niet maken, want ik ben bedreigd door een egel. En die egel kan hier helpen maar binnenkomen. Nou, nee, daar is hij! Sorry, ik mag van mijn ouders geen onvoldoendes meer halen. En ik weet zeker dat ik hiervoor een onvoldoende krijg voor dit proefwerk. Dus daarom mag ik dit proefwerk niet maken voor mijn ouders. Mijn handen hebben vandaag geen zin om een proefwerk te maken, dus ik kan niet meedoen. Ik heb niet kunnen leren omdat ik mijn swarma nog in bad moest doen. Ik kan geen proefwerk maken, want mijn pen heeft ruzie met het papier. Ik kan geen proefwerk maken omdat ik mijn pen vergeten ben. En ik kan niet opkomen halen omdat ik mijn sleutels vergeten ben. En ook al zijn mijn ouders thuis, ik ben vergeten waar ik woon. Dus ik kan helemaal niks. En nee, ik kan mijn potlood niet pakken, die is met vakantie. Oh, stop, ik doe hier niet aan mee. Ik ga geen proefwerk maken, dan moet ik dat blaadje martelen. Blaadjes hebben ook rechten, ja? Weet je zeker dat ik dit proefwerk moet maken? Ik weet waar je woont. En ik kom je opzoeken. Ik stil de plakketjes van je koelkast. Dus laat me gaan. Hoezo moet ik deze vraag beantwoorden? Jij bent de leraar, jij hoort dit soort dingen te weten, ik niet. Yes, eindelijk een toets! Woehoe, daar heb ik zin in, man! Dat is omgekeerde psychologie. Ik heb per ongeluk mijn leerboek in de fik gestoken. Mijn hand gaf een goed voorbeeld, hij ging slapen, dus ik ging ook slapen. Ik heb mijn boek onzichtbaar getoverd, dus ik heb niet kunnen leren, maar hij is wel onzichtbaar nu. Wil je hem kopen? Ik was gisteren aan het kamperen en het hout was op, dus ik had alleen een boek en ja, dan moet je toch iets. Er is bij me thuis ingebroken en de mensen hebben mijn leerboek gestolen. Ongelooflijk, ja. De rest staat er nog allemaal. Ze hebben alleen mijn leerboek gestolen. Gisteravond werd ik ontvoerd door een puddingbroodje. Ik heb niet kunnen leren, want mijn onderbroek zat in de droger. Ik was gisteren gewoon in de boom aan het klimmen. Zei de boom weer tegen mij, hey, rot nou echt een keer op. Kijk, ik zei ze tegen de boom, jij kan toch helemaal niet praten? Zei die, wel man, dan zeg je altijd van niet, bij kan wel praten. Dus ik zei tegen de boom, oh je zegt eens wat dan? Zei die, nee dat ga ik echt niet doen. Ik zei zo, please zeg één dingetje dan. En nee, hij wou niet praten. Dus toen ging ik heel snel uit de boom om een handdoek te kopen. En daardoor heb ik niet kunnen leren. Mijn papa zat marshmallows naar me te gooien toen ik het leren was. Mijn rat heeft mijn leerboek gestolen en spoelde zichzelf door de wc. Ik heb geprobeerd te leren voor biologie, alleen ik kwam er nog altijd niet achter of Lady Gaga nou een man of een vrouw is. Ik liep gisteren gewoon over straat mijn wc ontstoppen. Zie ik daar pakken buiten staan met de viool. Ik zeg ze tegen hun, oh ja, blaas op de viool. Dan zeggen ze, nee, dat doen we niet. Ik zeg zo, ik draag je uit voor Pokémon duel. Wat denk je wat ze doen? Ze pakken alles op, verbranden. Inclusief mijn leerboek. Ik was heel boos op hem, want ik zei al, je mag niet mijn leerboek verbranden hoor, want ik heb een hele aardige docent. En van hem moet ik een toets maken. Maar ja, dat kan dus nu niet meer. Ik heb gisteren alles van Justin Bieber gekocht, behalve goede muziek, want die heeft hij niet. En dat waren er alweer 50. Deel deze video met al je vrienden. Via Twitter, Hives, MSN en de hele dingetjes erbij, weet je wel.
Ja. Want als je dat doet, kan je met je hele klas een proefwerk missen. En dan kan je met z'n allen naar het strand gaan en terugdenken aan deze geweldige video of zoiets. Ik weet niet. Maar stuur deze video dan met name door naar iedereen die nooit lid voor een proefwerk. Of juist naar iedereen die altijd lid voor een proefwerk, zodat we een keer vrij kunnen hebben. Ik maak mezelf echt te moeilijk altijd. Maar je snapt het idee wel toch? Je kan hierboven abonneren. Altijd ben je op de hoogte van mijn video's. En dat wil jij natuurlijk, want dan kan je nog vaker vrij krijgen. En dan is voor mij slechts wachten tot mijn eerste aanklacht dat ik iedereen altijd aan het spijbelen help en zo. Ja, geef deze video ook een groen duimpje als je een mens bent. Ik weet niet hoeveel dieren mijn video's bekijken, maar daar komen we wel achter, denk ik. En zet in de reacties hier beneden één woord neer wat jij leuk vindt. En ho, geen seks. In ieder geval deel een groen duimpje en hieronder een reactie. En gasten, dan check ik jullie later. Yo, what up gasten? Het is vrij zinloos dat ik hier nu sta aan het einde van mijn video om nog een keer tegen jullie te praten. Maar dat doe ik altijd, dus nu ook weer. Aan de rechterkant van mij vind je allemaal video's. Klik daar maar gewoon op en je gaat door naar andere video's. En gasten, dan check ik jullie nu echt later.